je weet wat het effect van geweld is en je bent een goed soldaat, dan weet je ook hoe beperkt je met geweld moet omgaan. Maar ben je dan een held? Nee, helemaal niet. Militairen zijn geen helden. Maar ben je dan gek als je dat risico wil lopen? Dat zou best kunnen, dat ik het ben. Lisa Westerveld vertelde in de vorige uitzending dat ze als filosoof leerde dat zoeken naar een antwoord vaak belangrijker is dan het antwoord zelf. Volgens haar is jouw antwoord en daarmee jouw kijk op de waarheid mede afhankelijk van wie je ouders waren, uit welke cultuur je komt en wat je als kind geleerd hebt. Daarbij is het belangrijk toe te geven dat je het soms niet bij het goede eind hebt. Lisa meent dat als je open staat voor de mening van anderen en leert van je fouten, dat je dan dichter bij de waarheid komt. Vandaag beëindig ik mijn zoektocht naar waarheid met een man die weet wat de waarde ervan is in tijden van oorlog. Propaganda is niet bepaald een vriend van de waarheid. En als ergens veel propaganda gebruikt wordt, dan is dat wel in oorlogsgebieden. Bijvoorbeeld tijdens de oorlog in Oekraïne. Mijn gast van vandaag die weet dat als geen ander. Hij heeft zo'n 40 jaar gediend als militair. Is in die tijd naar veel landen uitgezonden. Zo was hij in Zuid-Afghanistan de commandant van 45.000 militairen uit verschillende landen. En later werd hij de commandant van onze landstrijdkrachten. Ik ga met hem praten over waarheid in oorlogstijd. Over verantwoordelijkheid, over een ethisch kompas. Over de wereld mooier en beter maken, zowel ver weg als dicht bij huis. Deze laatste etappe van Op weg naar waarheid loop ik met luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf niet ver van zijn huis in de Achterhoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Leuk je te zien. Nou echt, want we gaan tutoieren. Maar ja. Nou is echt in het echt van dichtbij. Want ik heb jou zo vaak op tv gezien de afgelopen maanden. Ja, mijn kinderen die kijken niet eens meer. Nee, die schakelen niet meer. Als ik op televisie en die hoeven niet meer langs te komen. Nee, die hoeven niet meer langs te komen. Wij gaan vandaag een dag wandelen. Hè? Ja. Is dit een omgeving waar je echt van houdt? Ja. Ik had een vriend en die zei, als ik Velpen Broek achter me laat en ik rij naar de Achterhoek, dan daalt mijn hartslag met 10. Oké. Nou, dat heb je is ook. Het een beetje, dat is een beetje. Die is lekker rustig. En loop je er dan ook veel doorheen door de Achterhoek? Nee, ik ben geen loper. Oh. Wel hardlopen, dat doe ik wel, maar wandelen. Beroepsdeformatie, denk ik. Dat heb ik zo vaak gedaan, vroeger met een rugzak en een geweer door bossen op onzalige tijden. Dus dat heb ik niet meer gedaan. Nee, dat doe ik niet. En dan lopen wij vandaag wel de langste etappe, want die hebben we voor jou bewaard. Ja, dat gaan we trekken. Jij bent het gewend. Dat gaan we trekken. Oké, we gaan. We gaan. Die kant op. Keep fighting for peace. Keep fighting for peace. Well, I'm fighting for the faith. Ik wil het graag even over Oekraïne hebben. Ja. Hoe kijk je daar nou naar wat daar gebeurt? Want wij horen je daar vaak over. We hebben er veel over gehoord als analist. Maar als persoon, als je je indenkt wat er allemaal gebeurt en hoe dat moet zijn voor die mensen. Ik lig er wel eens wakker van. Omdat ik weet wat geweld doet. En als ik soms zie hoe zonder grenzen burgerdoelen worden bestookt. Hoe burgers worden behandeld in een conflict daar. Hoe massaal geweld wordt gebruikt. Hoe steden helemaal plat worden gegooid. Wat wij alleen maar kennen van Rotterdam of van Nijmegen. Hè. Dat kennen we helemaal niet. En dat zonder scrupules. Dan denk je wel eens, ja, oké, ik moet het duiden. En ik moet het objectief duiden. Maar als ik wel eens huis rijd, denk ik, jongens, dit is anderhalf uur vliegen van ons vandaan. Hè.
dat dit gebeurt in onze achtertuin. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen? En dan denk je, ja, waar ik zelf moeite heb, is dat ik ervan overtuigd ben, als we 5 jaar terug tegen Poetin hadden gezegd met z'n allen, als jij Oekraïne gaat innemen, dan maak ik weer helemaal kapot. Ja. Want dat wisten we toen al. Dus kies maar of je wordt bondgenoot van ons, langdurig, en we gaan economische banden aan. Of we maken je helemaal stuk als persoon, zeg maar wat je wilt. Dat is afschrikking. Ja, dat klinkt als een makkelijke keus trouwens. Ja, maar we hebben dat niet gedaan en de prijs wordt nu betaald. Een beetje door ons natuurlijk, met energieprijzen. Dat is vervelend. Maar de prijs wordt vooral betaald door de mensen in Oekraïne. Ja. Door de soldaten en door de burgers. En dat kwaad in de mens, dat het nog steeds ergens is. En dat iemand met een absolute macht dit soort dingen kan gaan doen. Ja, ja, dat maakt mij angstig. Want vergis je niet, hè? Hij is natuurlijk iemand die het gebruik van militair geweld als een volstrekt normaal middel ziet om zijn doelen te bereiken. En wij in het Westen, wij zijn gelukkig, wij zijn anders. Hè? Wij gebruiken alles, diplomatie, politiek. En als het echt niet anders kan, dan zetten wij militaire middelen in. Ik heb een boekje bij me. Ik heb het ondertussen al open gedaan. En er staan citaten in. Ja. En ik wil daar 2 van aan jou voorleggen. Nu eentje. Ja. En die gaat over soldaten. Een moedig soldaat is geen geweldenaar. Een bekwaam strijder maakt zich nooit boos. Een groot veroveraar vecht niet om kleinigheden met een volk. En een vaardig volksmenner plaatst zich onder de mensen. Wat vind je ervan? We beginnen met het eerste. Een moedig soldaat is geen geweldenaar. Als je weet wat het effect van geweld is en je bent een goed soldaat, dan weet je ook hoe beperkt je met geweld moet omgaan. En dat is nou precies het moeilijke van het militaire vak. Terughoudendheid in combinatie met massaal geweld. Ja, dat is een dilemma waarin de militair zich voortdurend beweegt. Ja. En dat andere, dat een bekwaam strijder maakt zich nooit boos. Ben jij vaak boos geweest als zelden. Militair? Zelden. Als je boos wordt, dan mis je je oordeel. Je vermogen om te oordelen, om klinisch te oordelen wat is hier aan de hand. Dan ben je met emoties bezig en dan ben je niet bezig met wat is nu het beste. Maar ik bedoel, als ik soms boos word, dan word ik gewoon boos. En dan denk ik niet van, ja, dat zou nu beter niet kunnen doen. Ja, en ik weet niet of je het kunt leren, maar wij coachen er wel op. Bij Defensie coachen er wel op. Dat je mensen zoekt, vooral hogere commandanten zoekt, die je traint op dit soort dingen. Want je mag best boos worden en je mag best huilen. Niemand schaamt zich daarvoor. Is het zo? Ja. Ik heb zo vaak mensen zien huilen in Afghanistan, maar vaak als het gevecht over was. En zelf? Je moet gaan werken. Ik heb zelf ook gehuild in Afghanistan. En wanneer was dat bij jou dan? Ik had gevlogen met een Amerikaanse helikoptervlieger. En na een half uur ging het niet meer over de operatie. Maar stelde ik vragen van, luister, hoeveel is de missie? Weet ik wat persoonlijker. En hij zei, dit is mijn 8e missie. En ik ga binnenkort naar huis. En dat is mooi, want ik heb al een dochter. En over 3 maanden wordt mijn zoon geboren. Dus ik ga over 6 maanden naar huis. Ik ben bij de geboorte van mijn zoon. Ik zei, fantastisch. Gefeliciteerd. En wij vlogen terug. En ik kreeg zijn vliegeroverall. Hè. Die had ik aan. En die wilde ik teruggeven. Hij zegt, hou die maar. Cadeautje. Nou, dankjewel. Mooi. 6 weken later kom ik terug uit Kabul. Dan zit je 2,5 uur hang je in de lucht, dus weet je niet wat er gebeurt. En ik land en er is een rampceremonie in voorbereiding. Een rampceremonie is dat je op de ramp van het vliegveld, het platform, neem je afscheid van een gesneuvelde soldaat. En die gaat met een vliegtuig terug naar zijn eigen land. En ik zie dat en ik ga naar mijn staf en ik vraag wie is het? Want ik stond het dichtste bij het vliegtuig als commandant. Ik nam als laatste afscheid. 2 Amerikanen, zei ze. Die zijn gisteravond met 2 helikopters tegen elkaar aangevlogen. De helikopters zijn neergestort en 2 vliegers zijn overleden. Ik zeg, hebben ook namen. Eén heet Van der Giessen. Dus in zijn laatste vlucht, voordat hij naar huis ging, in zijn zoon, is hij overleden. Nou, toen ben ik even 5 minuten tegen het hek gaan staan. En toen heeft mijn staf me ook even daar gelaten. En wat gebeurt er dan bij dat hek? Ja, die film ben je eigenlijk kwijt. Hè? Dan ben je zo emotioneel, maar dan laat je gewoon even alles lopen. Letterlijk laat je even alles lopen. En na 5 minuten komt jouw professionaliteit erboven. Zeg je maar, A, ik ben hier de commandant, dus ik moet wat doen. En B, ik moet afscheid van hem nemen. Ik moet waardig afscheid van hem nemen. Dus ik ga daar staan en ik ga hem groeten. En later, toen zijn
toen zijn vrouw was bevallen van hun zoon, toen wilde nog die vliegeroverrol aan haar teruggeven als aandenken. En toen zei ze, weet je, dat hoeft niet, want ze zei ze letterlijk, dying for freedom isn't the worst that could happen, being forgotten is. Dus sterven voor de vrede is niet het ergste wat je kan overkomen. Ze was net haar man kwijt, hè? Als je wordt, ze was net haar man kwijt. Ja. En ze zei dus, gebruik die overrol om de boodschap van dat je soms moet vechten voor je vrijheid, om die mee te nemen. Die vrijheid die we hebben is heel mooi, maar is ook heel kwetsbaar. Maar moeten dus offers voor gelaten worden? Ja. Waarom wilde jij dat? Want jij hebt ook dat risico gelopen als je naar Afghanistan gaat. Nou, waarom zou je je leven daarvoor willen geven? Voor het hogere doel? Niemand wil dood voor het hogere doel. Maar dat risico loop je? Omdat ik vind dat je af en toe offers moet brengen voor een betere toekomst voor jouzelf en voor jouw kinderen en voor jouw kleinkinderen. En soms gaat dat niet zonder offers. En als jij wordt geroepen als commandant om op missie te gaan, dan vind ik ook dat je moet volgen. Maar dringt dan tot je door dat je eraan dood kan gaan? Ja, absoluut. Maar ben je dan een held? Nee, helemaal niet. Militairen zijn geen helden, sterk nog. Maar ben je dan gek? Als je dat risico wil lopen? Dat zou best kunnen, dat ik dat ben. Maar als je dat niet... ik heb echt de diepe innerlijke overtuiging dat je gaat op missie voor je vakmanschap, je professionaliteit. Je wil jezelf natuurlijk testen, je vindt het leuk, het is avontuurlijk. Maar uiteindelijk als commandant heb je een diepe verantwoordelijkheid om te doen wat je moet doen. Als jij wordt geroepen om een missie te gaan, dan ga je. Ik wil graag even weer mijn boek erbij pakken. Kijk. En dan kom ik weer met een citaat. En dit keer is het een citaat dat aan heel veel mensen toegeschreven is. Aan Plato. Dus die was er al. Die wist dit al. Geen domme jongen. Toen Machiavelli. ergens in de 15e, 16e eeuw. Ik weet niet precies wanneer hij het bedacht heeft. Dan is er iemand die heet Hiram Warren Johnson. Dat is een gouverneur uit Amerika. Die zeiden allemaal hetzelfde. En Winston Churchill. En die is volgens mij beroemd door geworden. Maar het citaat is... Het eerste slachtoffer in een oorlog is de waarheid. Ja. Wat vind je daarvan? Klopt dat? Ja, volgens mij is de enige echte waarheid met wiskunde. Dan heb je een absolute waarheid. Daar komt wat uit, dat is goed of niet. En voor de rest is natuurlijk hoe je het zelf beleeft en hoe je het ziet en wat je ervaart en wat je eruit pikt. Er is geen absolute waarheid, nee. Maar is het niet zo dat, want dat zei ik bij de introductie van dit programma, dat er in de oorlog heel veel propaganda is. En dat is per definitie natuurlijk... Er heel veel propaganda, dat zie je nu ook hè, met Zelensky en met Poetin. Maar vaak wordt de geschiedenis ook geschreven door degene die wint. En niet door degene die verliest. Maar in de oorlog in Oekraïne is dat nog niet bekend, hè, wie er gaat winnen. Nee. Maar er wordt wel heel veel onzin verkocht natuurlijk. Ja. Dat is toch wel een duidelijk gebrek aan waarheid, zou je kunnen zeggen. Ja, je moet ook aan waarheidsvinding doen. Hè. Je moet ook de waarheid zoeken. Die komt niet naar je toe. Die moet je zoeken. Maar wat is de waarheid? Want wie weet alles van een conflict? Heb je alle invalshoeken, heb je scherp, heb je alle feiten op een rijtje? Kijk, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, wat heel veel mensen niet weten, is dat er meer Nederlanders in Duitse krijgsdienst zijn gesneuveld dan Nederlandse soldaten in Nederlandse dienst. Hè? 25.000 jongens en mannen die hebben gediend in de Waffen-SS. Dat hebben we nooit meegenomen. Ik werd als jonge jongen grootgebracht met het feit dat wij allemaal helden waren hier in Nederland. Ja. Dat wij Joden hadden geholpen. En dat we daar trots op moesten zijn. Terwijl naast Polen zijn de meeste Joden in Nederland afgevoerd. Met heel veel steun van de ambtenarij. Dus naarmate je ouder wordt, wordt de waarheid anders. Naarmate je meer weet, krijgt de waarheid een ander perspectief. Dus waarheid is niet absoluut. In deze oorlog, stel ik me zo voor, ben je voor Oekraïne?
Vertroebelt dat het beeld ook? Ik probeer dat weg te houden. Ik probeer heel klinisch te kijken wat daar gebeurt. En het moeilijke is dat ik wel eens 's avonds zit en mezelf de vraag stel, word ik niet beïnvloed door de sympathieën voor Oekraïne? Omdat we allemaal een geel-blauw vlaggetje op ons huis hebben. Ik probeer het echt te gaan scheiden. Of het me lukt, dat weet ik niet. Maar dat gevaar ben ik me heel goed van bewust. Dat je meegaat met de massa. Want onze sympathie van z'n allen ligt allemaal daar. Natuurlijk. Maar vertroebelt voorkeur de waarheid? Sympathie voor iets? Zou heel goed kunnen. Ja. Zou heel goed kunnen. Ik ben wel van bewust dat het kan gebeuren. Ik probeer het weg te houden. Maar of het me lukt, weet ik niet. Want ik weet niet wat ik bijvoorbeeld niet weet. Hè? Wat er gebeurt in Oekraïne. Ik weet wel dat niet alleen Rusland waarschijnlijk oorlogsmisdaden pleegt. Want een oorlog brengt het slechtste in mensen boven. Ja. Zal waarschijnlijk aan beide kanten gebeuren. Dus dat is nooit zwart-wit. Dat kun je nooit zo zeggen. Maar ik probeer het wel eruit te halen. Heb jij door al die ervaringen het gevoel dat je er zelf toe in staat zou zijn? Om? Oorlogsmisdaden, om hele nare dingen te doen. Ja, het eerlijk antwoord is dat ik dat niet weet. Kijk, als je vriend naast je sneuvelt, wordt weggeschoten of je komt collega's tegen die zijn gemarteld. Wat doet dat met je? Kun jij zeggen wat het met je doet? Ik kan niet zeggen wat dat met me doet. Dat weet ik niet. In die omstandigheden ben ik gelukkig nooit geweest. Dus ik durf dat niet te voorspellen. En natuurlijk verlies je mensen jou dierbaar zijn. Hè? Ook in een oorlog. Tot nu toe kan ik zeggen dat het bij mij nooit tot haat heeft geleid. Hoe fijn is dat? Ik weet niet of het fijn is. Voor jezelf? Maar ik denk dat haat is gebaseerd op angst. Haat is heel vaak gebaseerd op angst. Angst voor het onbekende, angst voor andere culturen, angst voor andere dingen. Angst altijd hele slechte raad te geven, dat helpt ons niet verder. Dat zei Gandhi ook al. Je moet proberen om die angst uit te bannen. Maar net zei niet je ook dat het goed kan zijn, fysieke, hè? Dat je angst, actie... Ja, maar dat is fysieke angst, hè? Ja. Fysieke angst maakt heel veel in je boven, maar angst voor het onbekende maakt vaak heel terughoudend wat helemaal niet nodig is. Angst voor andere culturen is vaak omdat we niet weten wat andere culturen zijn. Zijn we daar bang voor? Dus ja, ik weet het niet. En het gekke is, en die onderzoeken zijn er ook geweest, er zijn ook een heleboel Duitsers geweest, die tot in de Tweede Wereldoorlog volstrekt ethisch handelen en keurige burgers waren. En plotseling in een situatie komen dat ze de meest gruwelijke misdaden doen. Dus eerlijk antwoord is, ik weet het niet. Nee. Ga je er ooit nog achter komen? Nou ja, dat weet je niet. Kijk, mijn meest extreme uiting is meestal als Feyenoord verliest van Ajax. En dat is het dan wel. Wat gebeurt er dan? Nee joh, dat... Dan sla je erop. Nee. Ben jij ooit hooligan geweest ook? Nee. Saai leven eigenlijk, hè? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Zullen we weer? Ja. Het gaat niet gebeuren ook, denk ik. Nou, hier zijn we een mooi uitzicht op die watermolen. Die Achterhoek, hè? Want jij bent daar ook echt, je bent echt ingeburgerd ook hier in de Achterhoek. Ja, ik ben geen Achterhoeken. Een man van de wereld, hè? Oekraïne, nee, Afghanistan, Bosnië. Ik ben geen Achterhoeken, maar weet je, ik ben hier denk ik rond 1980 hier gaan wonen. En in eind jaren 90 ben ik ook gaan voetballen, waar ik nu voetbal en voorzitter van ben. Hoe heet die club ook alweer? HC03. En jij zit in het elftal met? Het zesde elftal met Klaas-Jan Huntelaar. Zit hij in het zesde? Het zesde, ja. En kan die nog wat van je leren, of niet? Nee. Nee. Qua aanwijzingen zijn we hetzelfde, alleen hij kan ze ook uitvoeren, dat verschil. Nee, maar weet je, ik ben ook altijd jeugdleider geweest. Dus ik heb pupillenelftallen getraind, juniorelftallen getraind. En als militair, zeker als je wat hoger wordt, heb je al mensen om je heen. Die vinden je superbelangrijk en die houden je deuren open en noem maar op. Dat is met voetbal niet zo hier. Je moet gewoon zorgen dat je 11 spelers hebt. Net op hangt, ballen op, pompt, tegenstander er is. Dat doe je zelf ook allemaal? Ja. Maar het feit dat je dus naast je militaire kringen, ik zie dat best wel vaak fout gaan in mijn omgeving, ook een andere sociale omgeving hebt, die anders naar de wereld kijkt,
heeft mij zo geholpen met het stoppen met werken. Dus dan hoef je niet de wereld opnieuw te gaan ontdekken. Weet je, dan ga je gewoon door met wat je hebt gedaan. Als alleen maar dienst is, alleen maar militaire dingen. En daar hangt je hele sociale netwerk van af. Dat is zo broos, zo kwetsbaar. En bovendien, je staat echt met je poten in de klei bij zijn voetbalvereniging. Dus je weet ook beter af en toe waar het om gaat in de maatschappij. Nou, heb jij in Afghanistan bijvoorbeeld en in Bosnië heb je gezeten. Daar zit je ook om als militair de wereld mooier te maken, de wereld veiliger te maken. Is dat ook iets wat je dan op kleine schaal in je eigen omgeving wilt? Doe je dat door een voetbalclub te leiden? Nou, vind ik een beetje te verheven. Ik vind wel dat je wat moet doen voor de gemeenschap. Maar een voetbalclub leiden, zeker de club die ik leid, dat is niet echt extreem moeilijk. Integendeel. He, dus vooral... Maar voor al die mensen die er lid van zijn, wel belangrijk misschien. Ja, maar het is niet zo dat ik nou dat doe om de gemeenschap overeind te houden of om mensen beter te maken. Ik vind het superleuk om te doen. Maar er zit zoveel kracht in die vereniging dat ik zelf bij niks hoef doen. Alleen maar zeggen, we gaan die kant op en een beetje de voorwaarden scheppen. Dus dat gaat vrij makkelijk. Maar ik vind wel dat als je kijkt naar religie bijvoorbeeld, daar kun je urenlang over gaan praten. Maar wat is de kern van religie? Dat je probeert het beste te doen voor jezelf en de omgeving. En wat voor etiket daarop ligt, katholiek, remonstrant, protestant, maakt voor mij niet zoveel uit. De essentie is hetzelfde. Dat je probeert om de wereld om je heen een heel klein beetje beter te maken. En als je ouder wordt, dan besef je dat ook. Je probeert ook iets door te geven aan jouw kinderen. Dat maar je komt dat kinderen... dan uit de religie dat je dat wil? Want er zijn toch ook mensen die nergens in geloven en die ook de wereld nee, mooier... Nee, dat is niet echt voor de religie. Maar in mijn geval komt het wel, denk ik, van huis uit. Ja. Mijn moeder was Nederlands hervormd. De hele familie daar was lid van de Christelijk Historische Unie. Mijn vader heeft het altijd wat meer op de vlakte gehouden. Ging ook met mijn moeder mee naar de kerk, maar de politieke voorkeur was niet duidelijk. Maar ik kreeg wel van huis uit mee dat zeg maar christelijke normen en waarden wel belangrijk zijn. Hè? Dus herderschap, goede tierenschap, barmhartigheid, dat kreeg ik wel mee. Maar dat is niet exclusief voor nee. Christenen. En, kreeg je ook een ethisch kompas mee? Nou, dat is ontzettend moeilijk te zeggen, want wat je volgens mij meekrijgt zijn normen en waarden. En die krijg je niet alleen van je ouders mee, maar ook van de maatschappij om je heen. Hè? Wat vinden wij met z'n allen goed en slecht? Maar dat komt van de buitenwereld naar jou toe. De vraag is, wat doe je ermee? En dan maak je dus een deugd. Wat doe jij mee? Wat breng jij terug naar de maatschappij? Dat krijg je volgens mij niet van je ouders mee. Dat zit in je karakter. Even nog door op dat ethisch kompas. Wat is dat eigenlijk precies, een ethisch kompas? Voor mij is het vooral nadenken over wat je doet. En proberen het verschil tussen goed en kwaad te kunnen vinden. En dan het goede doen. Ik heb gezien wat haat in deze wereld brengt. En met name met Bosnië was ik daar enorm van geschrokken. He, dat als je iets van dat gepolijste toplaagje weghaalt, dan zie je in een hele andere wereld. He. Die idiote haat, waar komt dat vandaan? En dat komt uit onbegrip, dat komt uit educatie, dat komt uit niet durven te vergeven uit het verleden. Ja, dus een van de dingen die mij doet laten doen wat ik doe, is dat ik geloof dat in elk mens iets goed zit. En dat je daaruit vandaar het de mens moet benaderen. Achteraf ben ik achtergekomen dat die Invictus Games mij... Want daar was je voorzitter, hè? Ja, toen dat in Den Haag was? Dat eigenlijk laat je zien daar aan de hele wereld hoe sterk de mens is. Wat de mens allemaal kan, in plaats van een nadruk op wat hij niet kan. Ja, want dat zijn, even voor de duidelijkheid, een soort Olympische Spelen zou je kunnen zeggen. Maar in ieder geval een sportevenement voor oud-militairen. Die gewond zijn veteranen, gewond. Fysiek of mentaal, of allebei komt ook. En ze zijn allemaal in een gat gedonderd. In een enorm gat. En ze zijn er zelf uitgeklommen, met behulp van hun naasten. Maar ze zijn er zelf uitgeklommen. En de kracht die zij uitstralen is zo sterk dat het eigenlijk alles overwint. Daar is dus ook geen haat. He, we hebben 20 landen. De eerste avond werd de Polonaise gedanst door alle landen in het Nations Home. Want iedereen heeft begrip waar iemand vandaan komt. En als je dus mensen in hun kracht aanspreekt en je gelooft in het goede in de mens, dat is volgens mij de beste methode om haat
Ja, je zult het nooit kunnen uitgroeien, maar je kunt wel indammen. Maarten, ik heb nog één verzoekje. Ja. Dit is mijn boekje. Ja. Wil jij ook een citaat, een wijs citaat erin schrijven? Dying for freedom isn't the worst that could happen. Being forgotten is. Zo is het. Ben je bang om vergeten te worden? Nee, dat maakt niet uit. Het leven is eindig en op een gegeven moment houdt op. En andere generaties gaan door. Dus ik hoef geen standbeeld, ik hoef geen straatnaam. Komt allemaal goed. Lekker nuchter, lekker achterhoeks. Nou, dat is wel, ja. Ik ben blij dat je voor ons nog één keer vaker op tv bent gekomen. Graag gedaan, Klaas. Dankjewel. Voor mijn eer. Dit was de laatste voor mij. En een genoegen trouwens. Ja, het was, nou, dat was het zeker. Ik ga nog een klein stukje in mijn eentje lopen om het allemaal op me in te laten werken. En ik dank jou zeer. Ik laat je gaan. Ja, jij kan ook nog even rondkijken. Ja, maar zeer bedankt, hè. Nog het gaat even je, tot later, hè. Het gaat je goed. Ah, ja, jou ook. Het was inderdaad een genoegen om een dag met Mart op te trekken en te horen welke lessen hij in zijn leven geleerd heeft, vooral door zijn werk bij Defensie. Je moet de waarheid zoeken, zei hij. Die komt niet naar je toe. En het is ook nog maar zeer de vraag wie de waarheid kent en wie weet wat goed is of wat kwaad is. En zo heeft iedere gast in deze serie een eigen kijk op waarheid en het belang ervan. Dit was de laatste wandeling. In de komende uitzending komen al mijn wandelgenoten nog één keer voorbij en eindigt mijn zoektocht naar het mysterie van de waarheid. Of ik alle antwoorden gevonden heb, je ziet het volgende week.